volg een opleiding, vakexpert biodynamische landbouw in Dronten. Ik doe heel veel werkzaamheden van trekkerwerk, zoals schoffelen of aanadeplanten. Ook veel met de hand, zoals oogsten. Nou, bij de kampicides is het belangrijk dat de peulen, dat de erwten die erin zitten, mooi van formaat zijn. Dus dat ze bijna tegen elkaar aangeblokt zitten, zoals hier. Oh ja, dat is hier, dan worden ze een beetje plat. Hoi, ik ben Frauke en ik ga nu de tomatenplant bieven. We zijn hier op de Antoniushoeve. Dat is een biologisch tuinbouwbedrijf van 6 hectare. En daarop telen we ongeveer 50 soorten groenten door het jaar heen. Allemaal voor de versmarkt, dus geen bewaarproducten. En die proberen we zo lokaal mogelijk af te zetten. Frauke, wil jij de kisten van 10 kilo meirapen afwegen naar 5? Uh-huh. 4 in totaal, 4 van 5 kilo. En dan mag je ze bovenop die rolcontainer zetten. Naarmate je langer bent, is er natuurlijk ruimte om bijvoorbeeld bepaalde teelten op je te nemen. Ja, dat is leuk, maar ook spannend. Nee, eerst in het begin was ik heel onzeker, maar hoe langer ik het doe, om zo zekerer word ik er ook over. En zie ook dingen die gedaan moeten worden en wat aanstaat en zo.